Ik wil het even iets, met jullie over iets hebben. Iets wat in het nieuws was deze week. Iets, zeg maar, iets serieus? Nou ja, eigenlijk wel. Wel een serieuze ondertoon. Oké, okay. Ik wil het even inluiden met een fragmentje. Ja. Ik wil heel even luisteren, dat gaat hierover. Oh ja! Yeah. Een idee waar het over gaat. Nou, het gaat over K3. Dat kan niet anders. Want dit is. Het gaat eigenlijk over 3K. Dat is geen grap. 3K? Ja. Is dat de alternatieve. 3K is een liedje van de rapgroep. Nee, van de rapper Go Fast. Ja. Ik ken hem niet, maar hij heeft een soort van cover gemaakt op het nummer van K3. En daar is K3 niet zo blij mee. Nee, oké. Okay. Ik weet niet of je... Ja, het heeft hier niet direct mee te maken, maar... Heb je ook gehoord van de drill rap groepen? Mm-hmm. Ja, zeker. In Den Haag en zo, toch? Dat is allemaal... Zij zeggen toch ook dat die jongen die is neergestoken in Scheveningen... dat met een drill rap te maken had en zo? Ja, vanwege de gewelddadige teksten en gewelddadige videoclips. Jij hebt er ook van gehoord, Kees? Ik heb er wel van gehoord. Ik weet alleen niet of dat de associatie is. Want volgens mij ging het om een diefstal en wil die jongen nam het op, hè? Nee, dat is in Amsterdam. Er zijn zoveel mensen dat is echt... In Amsterdam is een jongen doodgeschoten... Uh-huh. Omdat hij waarschijnlijk de Rolex van zijn vriend wilde bewaren. Ja. En in Scheveningen is er iemand neergestoken... Ze weten niet zo goed waarom, maar er speelt iets met die drill raps. Hmm. Ja. Nou ja, K3 die wil dus nou een soort van rechtszaak of kort geding aanspannen tegen GoFast vanwege die cover. Ook omdat hij geen toestemming heeft gevraagd voor het nummer en de melodie, zeg maar. Het was heel grappig. Ja. Iedereen die het nummer gaat luisteren, het is gewoon heel grappig. Want je hebt gewoon een rapper die op K3 gaat rappen. Ja, dat ook. Maar wat ik ook wel grappig vond, ik wil de liedjes even opzoeken op YouTube. En als jij zoekt op Oya Lele K3, dan is dat nummer van GoFast de tweede hit. Heel dus dat goed. Dat doet hij op zich best goed. Ja, dat doet hij best goed. En dit is natuurlijk ook alleen maar voor goede reclame. Daarom. Miguel Wiels, die is de schrijver van het nummer Oya Lele van K3. Dus misschien ook wel bekend van als je programma's kijkt als The Quiz. En, hij is de toetsenist bij Paul de Leeuw, zeg maar, toch? Precies, ja. Die man. Die heeft dat nummer geschreven en toen hij ervan hoorde... toen was hij in eerste instantie heel gevleid. Want hij zei, het is altijd mooi als mensen een melodie van je waarderen en daarmee iets doen. Maar toen hij hoorde waar de tekst over ging, noemde hij het nummer problematisch. Oké. Okay. En hij is er niet zo blij mee. Ik heb wel gelezen dat ze uiteindelijk willen afzien van het kort geding... en dat GoFast het gesprek aan wil gaan. Dus er is licht aan het einde van de tunnel. Hebben we een stukje? Ik wil even een stukje laten horen van het nummer. 3K heet hij dus. Ja? Van de rapper GoFast. Oh ja, lele. Ik ken de fam, zoek een money for days. Fuck met de gang en de trip wordt geleegd. Niemand is safe. Oh jee, oh nee, oh 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 oh. Oh ja, lele. Ik zoek een mail, ben niet blij met de pay. Het gaat nu goed, zaken lopen weer straight. Ik ben nog dreef. Oh ja, oh hey, oh oh. Ik moet wel zeggen, kijk, de tekst versta ik heel slecht. Ja. Het is een beetje straattaalachtig, weet ik wel wat te verstaan. Ja. En als je dan luistert gewoon naar het melodietje en ook dat trompetje wat... Ja, die is alleen maar, ik vind dat wel lekker. Ik zou, en de goede beat ook, ik zou dit nummer wel kunnen waarderen. Maar ja, als je dan weet waar het over gaat, dan denk ik van... Want waar gaat het nou eigenlijk over dan? Even googlen. Is het niet om uit te spreken tussen 6 en 8, zeg maar? Nee, dat heb ik ook niet heel erg opgezocht, maar het zijn geen hele vrolijke dingen, zeg maar. Oké, okay. Kees, wat vind jij ervan? Zou dit met jou mee mogen in de Mensen Zeggen Dingen avonden? Ik weet niet hoe snel ik dit ga programmeren. Maar wat ik wel dat wil zeggen... Kijk, zij vertalen heel erg vaak wat er gebeurt in een wijk. En je kunt zeggen, dat mag je allemaal niet zeggen. Dat gebeurt allemaal niet, maar het gebeurt. En misschien moeten we dan eerder dat probleem gaan aanpakken... dan mensen het zwijgen toeleggen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want er werd nou ook discussie gestart over van... joh, moeten we dat dan verbieden? Dat soort muziek of censureren? Daar ben ik het dan niet mee eens. Misschien kunnen ze dan in plaats van een rechtszaak... dat ze gewoon samen op deze versie van K3... dat ze hem gewoon nog een keer opnieuw inzingen. Nou, weet je, ik vind... Kijk, ze roepen dan van dat geweld dat komt voort uit die videoclips. Ja. Dan denk ik van ja, maar dat wil dan niet zeggen... dat je die videoclips moet gaan verbieden. Je moet gewoon op het moment dat het overgaat tot geweld... dat is strafbaar en de videoclip niet. Je moet de bron aanpakken en niet de uiting. Exact. Niet de muziek. Niet de aanleiding. Ja. Ja. Juist. Oké. Okay. Nou... het is maar een kleine stap van drill rap naar even een jungle smoken. We gaan naar Donnie. En wat een weekend.